Hallo, hier zijn we weer. Je kunt natuurlijk ook fotograferen met een afstandsbediening. Dus deze is de originele, zeg maar, die eigenlijk bij een camera hoort. Bij de Canon is dit eigenlijk een soort kopie van de originele. En dat is dan niet zo duur. Wat ik eigenlijk ook nog wil laten zien is, zeg maar, de mogelijkheid van het gebruik van verlichting op de camera. Dus in de voet van de camera kan ik, zeg maar, dit onderdeel zeg maar schuiven. En dat komt uit een fietsverlichting. Daar zijn nogal felle ledjes die, zeg maar, goed veel licht geven. En dan is het donker, is dat natuurlijk wel vaak handig om eerst het gedeelte waar je wil fotograferen meer te verlichten en dan pas, zeg maar, de foto te maken, dus de flitsfoto. Ik zal eventjes laten zien hoe dit, zeg maar, dat die verlichting werkt. En dat is dan eigenlijk nog vrij makkelijk. Die zit dus op een tweede kanaal aangesloten, dat knopje wat ik al de vorige keer ook heb laten zien. Als ik daarop druk, dan ziet u, zeg maar, de verlichting aangaan. Moet ik hem wat aanzetten, sorry. Kijk, hier ziet u dus dat de verlichting aan is. Ik zal de verlichting eens naar boven laten schijnen. Dan heeft u dus, zeg maar, in de camera zitten. Nou, hij is natuurlijk met de volgende druk van de knop is je natuurlijk weer uit te zetten. Dan heb ik, zeg maar, een achterlicht knipperlicht in gebruik. Die heeft dus diverse opties. En dat was eigenlijk alleen bedoeld op de beurs, de zoombeurs, om de mogelijkheid te laten zien van het tweede kanaal. Ik zal deze eventjes aanzetten, deze uit en die aan. Kijk, nou heb ik dus, zeg maar, de fietsverlichting achterlichting aan. Ik probeer hem weer te starten. U ziet hier dat hij nou continu brandt. De volgende druk op de knop is het, zeg maar, knipperen. Als ik dan nog een keertje, zeg maar, druk, dan is het, zeg maar, looplicht. En de volgende keer is alles weer uit. Dus dat is ook wel aardig om te proberen. Ik zal hier ook nog andere laten zien. Kijk, dit is, zeg maar, die fietsverlichtingen. Want deze die heeft dan een witte hetzelfde eigenlijk als die andere. En continu brand. Dus ja, dat is normaal als je normaal fietst, zeg maar, dan is altijd natuurlijk leuk. Ik heb deze normaal in de auto liggen voor een noodgeval. Dus ja, misschien een idee voor u ook. Dit is nog een achterlicht, wat dan eigenlijk bij die middenwitte achterlicht hoort. En die is dan gewoon één kleur eigenlijk. Dat geeft ook goed licht. Mooi. Ik zal nog eventjes wat foto's laten zien. Dan heeft u dan ook weer een betere indruk. Dit zijn dus, zeg maar, paden in de polder. Dus nu sta ik met mijn eenbeenstatief natuurlijk al een stukje hoger hier. Dus ik kan over de paden heen kijken. Met het eenbeenstatief kun je natuurlijk ook laag over het water in foto maken. En deze is dan van een zwam, van een boom die in het water ligt. En dan kon ik nog net met de camera, zeg maar, onderdoor. Dus had ik nog ongeveer 10 centimeter ruimte met het water. Dus het was wel een beetje opletten. Hier hebben we de foto van de rommelmarkt, die hier normaal elk jaar gehouden wordt. Deze foto is dan van de Vierdaagse. Vierdaagse Nijmegen.
Deze ook. Dus deze is, als ik al eerder wellicht al verteld heb, gemaakt met het lange statief. En het statief over de weg heen gestoken en de camera in de richting van de wandelaars. En dan wacht je dus tot de wandelaars vlak bij de camera zijn en dan beur je het statief op. Ja, dit is de 50 plus beurs van dit jaar, ook in de jaarbeurs. Dit is zeg maar de dodenherdenking in Millingen. Daar sta ik zeg maar met de rug naar een bankgebouw en dan kijk ik dus zeg maar met één been statief over de hele groep heen. Koninginnedag 2010. Een evenement in de tent, zeg maar, van de, op het Oranjeplein. Dus, dit is een verzameling van foto's over het draadloos gebeuren. Even kijken of we het beter goed erin kunnen krijgen. Hier ziet u zeg maar de ontvanger. Daar het printje. Was zeg maar uit de zender. Hier, de zender zit hier aan deze kant. En die meet zeg maar 3 bij 2 centimeter. 8 mm hoog is die. En die zit dan in dat doosje geschoven. Dan hebben we hier zeg maar hoe de zendertje eigenlijk eruit ziet. En dit is dan natuurlijk weer de zender. Dit is ook op de 50 plus beurs, de stand van SeniorWeb. Mooi op een hoek genomen. Oldtimer dagen. Dit is de Oldtimer dag van Millingen. De grootste happening zeg maar elk jaar. De schutterij. Hier zeg maar de schutterskoning is hier weer geïnstalleerd. De muziek speelt het Wilhelmus. En hier staat, zit de fotograaf te fotograferen en ik kijk weer over de fotograaf heen. En dit is dan de stand op de beurs van de HCC digitale fotografie. Dus de makkelijk eigenlijk om te vinden Wil Space van Wil. Foto's in vogelvlucht. Dus Space van Wil, foto's in vogelvlucht. Ja, hopelijk is dit een beetje voor u al duidelijk. Ik heb hier mijn onderdelen doosje staan. Hier ziet u bijvoorbeeld een tuimelaar. Je kunt met een schroef, dan kan je dus zeg maar alle kanten op. Nog zoiets, nog een tuimelaar, ook hetzelfde eigenlijk. Er zit al vast een schroefdraad ingemonteerd voor de camera. Ja. Kijk, je kunt eigenlijk alle kanten op. Hè. Met kokerprofiel kun je bijvoorbeeld de camera een andere stand geven. Je kunt hem zeg maar ergens op monteren. Ja, ik denk dat we nou het wel zo'n beetje hebben. Ik hoop dat u er nog iets aan heeft. Wat ik nog eigenlijk wil zeggen is, Spacerman heb ik het over gehad, maar dat is dus zeg maar S-P-A-C-E-R-M-A-N. En dus niet man, ja, man, Engelsman zegt man, maar het is man. En als we dan daar de rubriekje heeft van de fotograferen op grote hoogte, nou, dan ziet u eigenlijk alle foto's en alle informatie weer terug. Succes en de groeten van uit Millingen.